go, go! Let's do this. Hallo mensen, dit is Gamelot Talk. Ik kom terug bij een nieuwe Doom. We gaan verder aan mijn waarden. We zijn... Nou ja, we hebben dat ding geopend. Dus... We zijn in dat monster. Auw. Ook de tentakels. So... Dat is ook irritant aan dat slijm wat het ook is, ik kan niet uitlopen. Ah, je hebt weer zo'n mek. Wat moet ik nou? Oh ja. Dan hebben we zo'n ding. Schieten we tot die heen. Hop. Toevallig. Hallo hier de een. Ja, dan hebben we die. Hield upgrade. Au, au. Ja, dan moeten we zo moeten we die sleutel wel vinden. Als je een bonus stuk daar.
Ah, daar is die sleutel, kijk. Die sleutel hebben we nodig om die slee te doen. En dan kunnen we deze doen. Kijk, anders deze halen kunnen we hier ook weer extra dingen vandaan halen. Kan je wel zeggen, dingen zijn, ze zijn wel vaak lastig, dat je niet echt van alles op je kop. Au. Kijk, deze kaakmonsters achter die jullie nog niet kennen, ik wel, maar jullie dan nog niet. Ah, dat is omdat ik die extra life natuurlijk had. Kijk mensen, dat bedoel ik met... deze kan best moeilijk zijn. Ja, we hebben gecompleet mensen. Kijk, hiermee kunnen we dingen dan openen in onze spaceship. Life signal is nearby. There are motion sensors and artillery everywhere.
saving your people will not bring you peace. Only make the burden you carry worse. And now you seek to defy the Conmaker herself. It is your people's time now to give penance, just as it was mine. Hear me, Slayer. When his heart is laid to rest, then his soul will be at peace. And so will mine. Oké, mensen. We gaan nog een stukje verder. We hebben een stuk lore. Maar mensen, hier stop ik de video. De volgende keer gaan we verder. Vergeet natuurlijk niet te liken, te abonneren op Dusk Games. Tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering. Laters.